Wil jij ergens goed in worden? Wil jij ergens in uitblinken? Dan ga ik je een tip geven. Twee dingen. Als je ergens van wat vanaf wil weten, dan moet je ervoor zorgen dat je er iets van 10.000 bladzijden voor gelezen heeft. Als je 10.000 bladzijden leest, dan krijg je diepgang. Als je 10.000 bladzijden leest, en dan zeg ik boeken, niet op een iPad. Want een iPad of een tablet heeft een neiging om snel door te swipen. Om snel naar de volgende pagina te gaan. Terwijl een boek met pagina's, ja, daar zit een bepaalde vertraging in. En door die vertraging hebben je hersenen meer verwerkingstijd. En doordat ze meer verwerkingstijd hebben, blijft het dieper in, binnenin je hangen. Dus als je die 10.000 bladzijden leest, dan gaat er langzamerhand iets gebeuren. En dat is een proces wat vele jaren gaat duren. Maar dat proces is als het verteren van voedsel en het verteren van kennis, dat kan soms wel eens maanden duren. Ik heb zelf een enorme hoeveelheid boeken en ik lees er vaak meerdere tegelijkertijd. En sommige boeken leg ik weer terzijde. Ja, en dan ga ik dan een jaar later ga ik daar weer mee verder. En als ik dan een jaar later dat boek oppak, dan merk ik dat in de tussentijd er iets in mijn onderbewustzijn gebeurd is, waardoor er beter begrip is. En dat is de kracht van het lezen. Grote staatsmannen waren vaak hele fervente lezers. En het lezen van kennis van anderen is de kennis van anderen, is de ervaring van anderen. En het hoeft niet allemaal theoretisch of wetenschappelijke kennis te zijn. Het kunnen ook biografieën zijn van topmensen. En dat maakt niet uit. Maar door dat lezen hervorm je je gedachten, hervorm je je denken, hervorm je je gedrag ook. En dan komen we meteen met het tweede punt. Want wil je echt ergens heel erg goed in zijn, dan moet je oefenen. Ik moet altijd wel lachen. Mensen die 3 jaar projectmanager zijn, dan zeggen we dat ze ervaren projectmanager zijn. Nou, dat geloof ik niet. Dat is niet zo. Want het duurt ongeveer 10.000 uur voordat je ergens heel erg goed in kunt zijn. Dus ook projectmanagement, 10.000 uur. Ik moet zo lachen van mensen die van functie naar functie hoppen. Nou, je wordt goed in het hoppen van functies. Maar een goede projectmanagement, dat is oefenen. Dat is keer op keer doen. Dat is proberen, dat is leren, dat je laten leren door anderen. 10.000 uur, 10.000 bladzijden en dan kun je ergens in excelleren.